Hoi, superleuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Ik heb weer een AliExpress shoplog voor jullie. Dat is al best wel weer een tijdje geleden dat ik een AliExpress shoplog had. Maar ik heb weer een aantal leuke dingen besteld en die wil ik aan jullie laten zien. Ik wil ook eigenlijk gelijk even uitleggen waarom ik wel weer AliExpress bestel en waarom ik wel dit soort video's maak. Omdat ik merk dat er de laatste tijd best wel een beetje een soort van dingetje ligt op AliExpress. Er zijn namelijk een aantal mensen. Als je hier absoluut niet mee eens bent, voel je ook absoluut niet aangesproken. Ik wil mensen hier ook absoluut niet op aanspreken, want ik vind dat iedereen zijn of haar eigen mening mag hebben. Maar ik kijk ook best wel veel AliExpress shoplogs bij andere YouTubers. En dan zie ik soms bij de reacties staan dat mensen zeggen, waarom bestel jij op AliExpress? Want AliExpress is slecht en je steunt er de Nederlandse economie niet mee. Nou, ik heb ervoor gekozen om wel dingen op AliExpress te bestellen, omdat ik merk dat een heleboel dingen die je bij AliExpress kan vinden in Nederland niet eens te koop zijn. Of je betaalt het driedubbele. In Nederland wordt alles gewoon duurder. Als voorbeeld even alleen al de boodschappen, die zijn gewoon al, daar betaal je gewoon al heel veel voor. En ik denk toch dat we ook leuke spullen willen bestellen. Ja, en als we dat gewoon op een andere manier goedkoop kunnen krijgen, denk ik toch dat we dat allemaal wel willen. Of in ieder geval een heleboel mensen willen dat toch wel. Er zijn gewoon zoveel mensen die op AliExpress bestellen. Ja, en ik ben er daar ook eentje van. Omdat ik dus soms dingen vind op AliExpress die ik in Nederland niet kan kopen. Of die gewoon in Nederland een stuk duurder zijn. Ja, ik ben heel eerlijk. Ik kan mijn geld maar één keer uitgeven. En ik, ja, doe het dan gewoon liever op een goedkope manier. Zodat ik leuke dingen ook kan blijven doen. Omdat ik een heleboel geld aan andere dingen ga uitgeven. Waar dezelfde dingen, maar die dan een stuk duurder zijn. Ja, en je hoort heel vaak zeggen, ik snap ook aan de ene kant dat die mensen zeggen, ja, de Nederlandse economie gaat eraan, omdat er natuurlijk een heleboel winkels failliet gaan. Maar ik denk ook wel dat dit komt mede door de low-budget winkels. Dus dat het echt niet alleen ligt aan het ding van AliExpress. En ik moet ook heel eerlijk zeggen dat er gewoon een heleboel dingen zijn, bijvoorbeeld telefoonhoesjes. In Nederland betaal ik voor een telefoonhoesje voor mijn telefoon 20 euro. En op AliExpress ben ik gewoon een stuk goedkoper kwijt. In de low-budget winkels hebben ze gewoon die hoesjes niet voor mijn telefoon. Dus ja, dat is toch eventjes het dingetje waarom ik dit toch even wilde vertellen. Omdat ik het toch heel erg leuk vind om dit met jullie te delen. En dat ik absoluut niemand hiermee tegen de borst wil slaan. Maar ik er toch voor heb gekozen om op AliExpress te bestellen. En ook dit toch met jullie te willen delen. Goed, dat was eventjes mijn korte verhaal. Mocht je toch benieuwd zijn naar de spulletjes die ik heb gekocht, zou ik even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. Mijn mandje zit helemaal vol. Er vallen zelfs spulletjes uit. Ik zal het een beetje random uitpakken. Ik weet helaas niet meer hoe lang alles erover heeft gedaan. Want ik heb het in het begin bijgehouden, maar later niet meer. Ik heb het ook in twee etappes besteld. Dus ja, ik ga het gewoon laten zien. Ik zal de linkjes die nog beschikbaar zijn ook even in de beschrijving zetten. En dan kun je daar een kijkje nemen mocht je dat willen. Maar ja, volgens mij was het meeste wel binnen een maand binnen of anderhalve maand. Dus volgens mij was het ongeveer wel zoiets. Dus dat weet ik niet meer precies. Ik weet nog wel wanneer ik het heb besteld. Dat kan ik natuurlijk terugzien, maar niet wanneer het binnen is gekomen. Ik heb alles ook al opengemaakt, zodat ik ook kon kijken van wat zit erin en is alles binnen. Dus goed, we gaan gewoon beginnen. Allereerst heb ik hier dit pakketje en dus dit steekt er al uit. Dit is een muursticker. Die had ik de vorige keer ook besteld, maar die was toen niet aangekomen. Dit is een muursticker. Ik heb al vaker muurstickers besteld op AliExpress. Deze is voor de slaapkamer. En dat is deze. Met Sweet Dreams. Ik vind dit super leuk om gewoon achter mijn bed te plakken. En ik vond deze heel erg leuk ook met die vlindertjes. Ik heb hem volgens mij, ja, ik weet niet of ik hem echt verkeerd om heb. Ja, kijk, of zo zie je, nou nee, zo zie je de vlindertjes. En dit moet je dus zelf op het karton plakken. En ja, dan kun je hem gewoon opplakken. Ik zal trouwens ook even een originele foto plaatsen van hoe het product op AliExpress eruit zag en hoe het er hier eruit ziet. Zodat je een beetje kan vergelijken of het gelijk is. En de prijs zal ik ook nog even in die op neerzetten. Maar dat was het allereerste pakketje. Dat is deze leuke sticker. Waar ik heel blij mee ben. Dan heb ik het volgende pakketje en dat zijn scrunchies. Dat zijn deze twee. Scrunchies maken we er heel erg een opwachting natuurlijk. Want scrunchies die zijn weer helemaal hip. En die had ik ook de vorige keer al besteld. Die werden toen ook niet aangekomen. En ik zal eens even kijken wat voor materiaal dit is. Ik heb een zwarte en een witte besteld. Omdat dat toch wel de meeste kleuren zijn die ik draag. En het leuk om te combineren.
Het is een soort velvet. Hij voelt wel lekker zacht aan. Je kunt hem wel goed uitrekken. Het is een wat grotere scrunchie. Ik heb natuurlijk best wel dik haar. Dus ja, ik vind het wel leuk om dan ook een paar scrunchies te hebben. En ja, ik vind het gewoon heel erg leuk te uitzien. Dus ik ben blij dat deze wel zijn binnengekomen. Daar ben ik ook heel erg blij mee. En ja, nogmaals een zwarte en een witte dus. Dan dit pakketje. Dat is een gele. En hier zit een telefoonhoesje in. Hier ben ik ook heel erg blij mee. Het is een marble hoesje. Ik zal het even uithalen. Hier zit een popsocket bij. Zoals ik net zei, ik kan voor mijn telefoon bijna geen telefoonhoesjes kopen. En ik vond dit wel heel erg leuk. Ik wilde al heel erg lang zoiets met een popsocket. Dit is een popsocket. Je kunt hem dus gewoon zo omhoog en weer terug inklikken. Die heeft dus ook een marble printje. En dan is dit het hoesje. Het is een buigzaam hoesje. Ik hou hiervan. Wat ik wel heel erg tof vind, dat hij gewoon hier zo wit doorloopt. Alles is ook goed bedekt. Zoals je homeknop en de volumeknopjes. En hier zit dan een gaatje, zodat je hem kunt unlocken. En zacht en hard kan zetten. En hier zit dan zeg maar gewoon het oplaadstukje en zo. Dus ik hoop dat hij nu wel kan opladen met dit hoesje. En ik denk dat dit heel erg leuk staat zo met die popsocket erop. Dus hier ben ik ook super blij mee. Ja, ik was echt benieuwd van gaat dit binnenkomen. Want ja, ik heb wel eens eerder hoesjes besteld op AliExpress. Maar met deze ben ik wel super blij. Ik hou wel heel erg van marbles zeg maar. Dus ja, dit vind ik echt een super tof hoesje. Mocht je willen weten hoe die staat, kun je altijd even mijn vlogs ook kijken. Want dan zal ik wel even laten zien hoe het eruit ziet als hij er omheen zit. Want nu kan ik hem lekker gaan gebruiken. Want als ik deze video heb opgenomen, kan ik alles gebruiken. Dan het volgende pakketje. En hier zitten twee pennen in. Ik vond deze pennen super leuk, want er staan kattengezichtjes op. Ik zal hem even eruit halen. Ik heb een witte en een zwarte. Oh kijk, die witte zit niet in het plastic. Hier staat dus een kattengezichtje op. En dit gaan jullie natuurlijk niet kunnen zien. Ah, het is gewoon, ja, het is gewoon een blauwschrijvende pen. Gewoon zo'n pen. En hier staat dus een heel erg leuk kattengezichtje op. En ik vond dit gewoon super leuk. Ik vraag me nu wel af hoe die schrijft. Ik heb zo even geen papiertje bij de hand. Oh, ik heb hier wel een papiertje. Oh, deze schrijft zwart. Dit is een zwart schrijvende pen. Ik dacht eigenlijk dat die blauw zou zijn. En nu vraag ik me ook af van hoe schrijft die zwarte dan. Dus dat gaan we ook gelijk maar even testen. Daar ben ik wel heel benieuwd naar. Zo zie je het kattengezichtje ietsjes beter. Gaat deze dan ook zwart zijn? Ja, deze schrijft ook zwart. Dat kunnen jullie natuurlijk nu weer niet zien. Ja, die schrijven allebei zwart. Dus ik had eigenlijk verwacht blauw schrijven, maar dat vind ik op zich niet erg. Want ja, een pen is een pen en ik ben er evengoed super blij mee. En ik heb ze eigenlijk vooral gekocht omdat ik die kattendingetjes heel erg leuk vond. De kattenhoofdjes en dit is dan zijn staartje. Dus dat zijn deze twee superleuke pennen. Ik ga het een beetje random eruit halen. Dan heb ik het volgende pakketje en hier zit polygel in. En ik had twee flesjes besteld. Zo komen ze aan. Zo zit hij gewoon dicht. Of acrylgel eigenlijk. Maar ze noemt het ook wel polygel. Ik heb er al eentje open, want die heb ik ook al gebruikt. En het ziet er zo uit. Het is 15 milliliter. En hier zit een kleergel in. Maar deze vond ik dus niet zo heel erg handig. Want ik zag dus niet waar ik mijn gel neerlegde. Omdat ik er nog niet heel erg lang mee bezig ben. Het is nog een beetje nieuw voor mij. Ik moet er nog een beetje inkomen. Ik ben nog een beetje aan het leren. Dus dat was niet zo heel erg handig. En ik vond het tubetje ook vrij klein. Dus 15 milliliter is niet heel erg veel. Dus dat was de kleervariant. Maar die was dus niet zo heel groot succes. Omdat ik het dus niet zo heel goed kon zien. Maar dat is dan eventjes... ik ga het zeker nog wel gebruiken hoor, maar ik denk gewoon dat ik even hier een beetje mee moet spelen van oké, wat is handig en wat niet. Het volgende pakketje, dat is een base coat. En dat is van Elite 99. En dit is gewoon een base coat voor de gel ook, voor de polygel. En dat werd heel erg aangeraden. Deze moet je wel drogen onder de lamp. Dus die heb ik ook gekocht. En hier ben ik ook wel heel erg blij mee. Ik vond deze wel heel goed werken. Dus
ja, ik vind het leuk om hier een beetje mee te spelen. En ik kon bij deze, dit zijn de, deze heb ik al wat eerder binnengekregen. En ik kon ook niet wachten om hiermee aan de gang te gaan. Dus vandaar dat ik deze al heb opengemaakt ook. Even kijken hoor, alle dingetjes weg. Want anders weet ik niet meer wat ik nou wel en niet heb gehad. Kijk, hier heb ik een hele grote zak. Het was meer zak dan gewoon. Hier zit een clipje in. En dit clipje gebruik je dus ook voor de polygel. Want bij polygel gebruik je een soort nageltips. En om die op zijn plek te houden heb je een clipje nodig. Dus deze die kun je dan gewoon zo op je nagel klemmen. Ik doe hem nu eventjes op mijn vinger omdat anders mijn nagellak misschien crasht. Maar die kun je er dan dus gewoon zo opzetten. En dan ja, kun je dat gaan gebruiken. Kun je hem zo onder de lamp leggen. En dat is dus niet schadelijk voor je clipje. Het is er wel helaas maar eentje. Dus dat is misschien een beetje onhandig. Want zo kun je maar één vinger tegelijk doen. Maar goed, in ieder geval. Ik vond dit wel een heel handig toeltje. En hij is lekker compact. Dus dat is dit leuke clipje. Dan het volgende pakketje. En dat zijn deze handige dingetjes. En dit zijn een soort clipjes. Het zijn er 10. En hiermee kun je je nagellak makkelijk verwijderen. Ik gebruik heel veel, af en toe gel nagellak en dat moet je er afweken. En dan kun je dus het beste met hoe moet ik dit uitleggen? Zeg maar een natte wattenschijfje gedrenkt in nagellak remover leg je dan op je nagel. En dan kun je dus gewoon zo'n clipje eroverheen doen. Zodat het goed blijft zitten. Dus zo kun je eigenlijk gewoon je nagellak lekker laten weken. En dan blijft het ook goed zitten doordat je dit clipje er zo op zet. Dus dat leek mij wel een heel handig toeltje. Ik heb dit nog niet gebruikt. Maar ik ben wel heel benieuwd of dat dit werkt. Want zo kun je eigenlijk gewoon wel lekker op de bank zitten zonder dat je steeds je vingers hoeft vast te houden dat die watjes blijven zitten. Dus dat vond ik ook een heel erg handig iets. Dus dat zijn deze. Deze had ik ook al eens eerder besteld, maar die waren toen ook niet aangekomen. En nu heb ik ze dus binnen, dus daar ben ik ook heel erg blij mee. Dan heb ik dit besteld. En dit zijn van die schabloontjes om ook acryl te maken. Het is gewoon een hele lijst en er zitten dus van deze papiertjes zitten erop. En dan haal je dit binnenstukje eruit. En je scheurt hem een beetje open zodat je hem goed op je nagel heen kan doen. Zodat je dus acryl kan maken. En dan kun je hier zeg maar zien hoe lang je hem wil hebben. Dus dat is wel heel erg handig. En dit stickertje kun je ook weer gebruiken om hem aan de achterkant vast te zetten. Dus dat is op zich wel heel erg handig. Het zijn best wel veel velletjes. Zoals je kan zien, dus je kunt echt wel een tijdje vooruit. En ik had dit eigenlijk nog nooit besteld. En ik was eigenlijk wel heel benieuwd of dit zou werken. Dus ik dacht, ja, vind ik gewoon ook wel leuk om te proberen. Dus dat zijn deze handige velletjes voor de polygel of acryl waar je het voor gebruiken wilt. Volgende pakketje. En dit is, ja, niet zo'n heel groot succes, want er zit nog maar heel weinig van in. Kijk, het was een poly nail gel, nail liquid, maar het is echt een flesje wat al helemaal leeg is. Dus dat was niet echt een heel groot succes. Zou ik ook niet meer bij AliExpress bestellen, want het flesje is gewoon half leeg aangekomen. Dus dat was niet zo heel erg handig. Maar is hij zelfs ook gewoon een beetje nat. Of het is vergaan, ik weet het niet. Maar het is niet goed gegaan met de verzetting. Dus er zit echt nog maar heel weinig in. Dus hier heb ik eigenlijk niet zo heel veel aan. Het was een beetje een miskoopje. Maar goed, dan weet ik gewoon dat ik dit soort spulletjes gewoon niet meer op AliExpress moet bestellen. Zoals dit. Oh. Het laat ook niet staan. Dan heb ik dit pakketje. En hier zit een nieuw tipknippertje in, want die van mij die was gebroken. En ik wilde toch wel heel graag een nieuwe en ik heb nu een iets andere besteld. Hier kun je gewoon je tip tussen leggen en dan kun je hem dus afknippen. Ik denk wel dat deze wat steviger is als mijn vorige. Ziet er ook wel wat beter uit. Dus hier ben ik ook alweer heel erg blij mee, want ja, ik vond dit gewoon een hele handige tool. En ik baalde ervan dat mijn andere gebroken was. Dus ja, dit is gewoon super handig als je tips wilt knippen op maat. Kun je dat dus met zo'n handig tipknippertje doen. Daar ben ik ook wel weer super blij mee. Alles een beetje aan de kant liggen, anders weet ik straks niet meer wat ik wel en wat ik niet heb gehad. Dan heb ik dit pakketje, is een beetje een klein pakketje. En hier zit een choker in. En deze heb je al in een eerdere shoplog van mij kunnen zien van AliExpress.
Alleen mijn choker was kapot gegaan. Ik vond deze gewoon super tof. Want die zit dus, ja, als je hem omdoet, valt dat kettingje er gewoon zo naast, zeg maar. Dus je hebt zeg maar zo'n lang gedeelte. En ik vond hem, ja, gewoon te leuk. En ik baalde er heel erg van dat die van mij kapot was gegaan. Dat ik dacht, ik bestel gewoon een nieuwe. Ik vind dit gewoon echt, ja, leuke tools. Momenteel draag ik niet zo heel veel chokers. Maar ik vind het toch wel weer leuk om daar toch wel weer opnieuw mee bezig te gaan. Dus ik dacht, nou weet je, ik ga gewoon eventjes een nieuwe bestellen. Dan heb ik er gewoon weer eentje. Dan het volgende pakketje. En hier zit een doosje in. En dit doosje had ik voor een doeleinde. Maar hij is wat kleiner dan dat ik had verwacht. Dus ik weet niet of ik hem daarvoor kan gebruiken. Zullen jullie straks zien wat ik hiervoor in gedachten had. Wel goed verpakt. Dit is dan het doosje. Maar zoals je kan zien, hij is echt super klein. Wel heel schattig. Maar ik had hier dus een doel voor. Oké. Alle dingetjes vallen eruit. Ik zal ze even oprapen. Ik weet niet hoeveel erin zaten. Ik heb ze weer. Het waren er dus vier. Oh, je kunt ze wel weer heel erg makkelijk inschuiven, zie ik. Dat zal ik gelijk even doen. Zullen we maar gelijk dicht doen. Oh. Is best wel lastig nog, hoor. Ja, je kunt ze er dus ook uithalen, mocht je dat willen. Dan kun je de vakjes wel wat groter maken. Dus op zich is het niet heel erg dat ze dit hebben gedaan. Want dan kan ik hem misschien alsnog gebruiken als waar ik hem voor wilde gebruiken. Maar dat is dus dit doosje. Maar zoals ik dus al zei, wat kleiner dan ik had verwacht. Dus ja, ik weet niet zo goed of dat ik het ga kunnen gebruiken. Maar dat zullen we zo meteen maar eens eventjes gaan bekijken. Want ik berg alles heel graag netjes op. Ik zal het gelijk weer even terugsteken. Want dan kan ik het vast allemaal even netjes een plekje gaan geven. Nou, dat was die. En het volgende pakketje. En hier zitten in. Ja. Twee haarspeldjes. Ik vind het hele leuke haarspeldjes. Het zijn gewoon rondjes. Ik heb hem in het goud en in het zilver. Ik heb ooit van dit soort speldjes gehad van het Kruidvat. Maar die van mij die was gebroken. En toen was ik de laatste keer bij het Kruidvat. En toen hadden ze ze dus niet. Maar het leuke aan deze speldjes is dat je je haar gewoon even goed doorheen ziet. Dus je kunt hem gewoon zo openklappen. En dan doe je hem zo zeg maar in je haar. En dan doe je hem dicht en dan zie je gewoon je haar er zo doorheen. Dus dat vond ik wel super leuk. En ik dacht, het is wel een keer leuk om een keer twee kleuren te bestellen. Dan kan ik het eens een keertje afwisselen. Goud en zilver. Dat leek me wel gewoon heel erg leuk. En ja, ik hou gewoon heel erg van dit soort doeltjes. En ja, ik ben blij dat ik nu weer nieuw heb. Want dan kan ik ze weer lekker gaan gebruiken. Want ik heb die andere echt super veel gebruikt. Ik heb hem ook wel 2 jaar gehad. Dus op zich was het niet zo heel gek dat ik er een keer mee ophield. Dan kan ik een beetje afwisselen met deze haarspeldjes. Dan heb ik een heel plat pakketje. En hier zit, dit vond ik echt super goed verpakt. Zit in een soort van bag. Ik heb hem eigenlijk vooral besteld voor deze toeltjes. Want hiermee kan ik dus mijn polygel soort van afsnijden. En het makkelijk gaan aanbrengen. Maar die toeltjes los waren nog best wel duur. En je kon hem dus ook gewoon kopen met een palette erbij. Hier zit dan een make-up palette in. Hiermee zou je ook op kunnen, bijvoorbeeld op kunnen mengen. Maar misschien kun je ook je acryl hierop doen, dat weet ik niet. Maar hier zou je dus bijvoorbeeld, ja, of lipkleurtjes op kunnen mengen. Of misschien je foundation in kleurtjes mengen. En er zat dus ook nog een toeltje in. Als die eruit komt. Nee. Die heeft een beetje moeite mee. Die zit er heel erg strak in. Oké, die ga ik er nu dus niet uitkrijgen, maar dat is dus ook nog zo'n toeltje. Eigenlijk een beetje hetzelfde als deze, alleen ja, volgens mij heb je gewoon een reserve. Maar deze had er dus los bij. Ik vind dit gewoon wel super tof verpakt, want je kunt het gewoon netjes opbergen en daar hou ik altijd wel van. Dus ja, ik was hier eigenlijk wel heel verrast over hoe dit binnenkwam. Ik had het niet verwacht, zeg maar. Dus ja, daar ben ik wel heel erg blij mee met deze lip make-up paletten en vooral eigenlijk dit toeltje, want die had ik nodig. Dus
ja, eerlijk is eerlijk. En dan heb ik dit pakketje en hier zit een heel erg handig tooltje in ook. Want hier zit een knippertje in waarmee je je nagelriemen kunt wegknippen. Althans, het overige gedeelte zit heel goed vast. Als je het afhaalt, zit er gewoon een heel klein knippertje in die je gewoon zo open kan doen. En dan kun je dus heel voorzichtig zo dit eraf knippen. Als je nagelriemen wegduwt, je kunt het natuurlijk ook doen door met zo'n het achterkantje van je bokkenpootje langs te gaan. Maar ik snij me daar nog wel eens mee. En toen zag ik dit tooltje en dacht, hey, dat ziet er best wel handig uit. Dus ik wil het gewoon eens proberen of dat gewoon werkt. Lijkt mij wel heel erg handig als dit gewoon zou werken. Want ik denk dat ik veel minder schade aanbreng. Dus daar ben ik ook wel heel erg blij mee met dit handige nagelriemknippertje eigenlijk. Dan heb ik wederom weer een klein pakketje. En hier zit een lipje in. En dit is een tandenborstel of een tandpasta tooltje. Je hebt vaak voor je tandpasta, dan krijg je niet alles eruit. En je kunt dus eigenlijk je tandpasta tube hier zo in doen. Dan kun je hem zo naar beneden halen en dan komt eigenlijk al je tandpasta eruit. Ik hou niet echt van verspilling, dus ik heb graag al mijn tubes leeg. En ik vond het wel heel erg tof. Ook deze wat ik de laatste keer al besteld heb, was niet aangekomen. Hij is ook groter dan ik had verwacht. Maar het is wel echt super tof, want ik denk echt wel goed dat mijn tandpasta tube hier gewoon in past. Ik denk dat je het wel voor andere producten kan gebruiken. Bij de omschrijving staat wel echt tandpasta ding. Maar ja, ik denk dat het op zich ook wel moet lukken. Dus ik ben hier ook wel heel erg blij mee. Ik ben echt benieuwd of dat dit goed werkt. Dan hebben we dit pakketje. Oh, hier zit wat bij. Oh, wat leuk. Oh, hier zitten nageltipjes bij. Als cadeautje, denk ik. Want ja, dat is het enige wat ik kan bedenken. Oh, wacht even. Twee keer zelfs. Over links en voor rechts. Oh, dat was super leuk. Super leuk cadeautje. Deze kun je herbruiken. Wat overigens super handig is, zie ik nu. Hier zit een streepje op. Kijk. Hier zit gewoon een streepje op. Nou, vind ik super leuk. Is altijd leuk. Het is voor de eerste keer dat ik een cadeautje ergens bij krijg. Dus dat is wel super leuk. Dan heb ik nog een keer polygel besteld. En dit keer is het een 30 ml flesje. En dit is een roze kleur. En ik denk dat die ook nog gewoon dicht zit uiteraard. Ja, hij zit gewoon dicht. Maar dit is dus een roze kleurtje. Het leek me handiger om hier mee te gaan werken. Want ik denk dat het gewoon iets handiger is. Dan kan ik zien wat ik doe. Dit is quick building en het is gewoon een polygel zoals ik al zei. Daar heb ik ook even twee tubetjes van besteld. Twee dezelfde gewoon, twee de 011. Dus dan kan ik daar ook weer even mee vooruit. Dan kan ik gewoon eventjes hiermee gaan oefenen, kijken of dit wat is. En ja, dit is gewoon een leuk extra cadeautje. Dat had ik nog niet eerder gezien. Ik heb deze ook echt letterlijk netjes opengeknipt, dus ik had het ook echt nog niet gezien. Dan heb ik dit pakketje en hier zit een toeltje in voor je kwasten te wassen. Als je mijn vlogs kijkt, weet je dat ik heel vaak mijn kwasten was. En hiermee, deze kun je gewoon heel handig in je wasbak leggen. Dus die leg je gewoon in je wasbak, want er zitten zuignapjes op. En dan kun je gewoon je kwasten eroverheen halen met schoonmaken. Dat is natuurlijk wel super handig. Je hebt verschillende dingen ook, voor grof en voor zacht. Ja, lijkt me echt super handig om mijn kwasten hiermee schoon te gaan maken. Ik ben wel echt benieuwd of dat dit goed werkt. Express Brush Cleaning Mat. En je hebt hem ook in verschillende kleuren. Maar ik dacht, ik ga gewoon lekker voor zwart. Vind ik wel zo handig, want ik precies op mijn kwasten of er goed veel troep afkomt, zeg maar. Dan het volgende pakketje. En dit wilde ik dus gaan gebruiken in een kleine doosje. Well, dit zijn de tips. Dit zijn van die tips die je kunt gebruiken voor de polygel. Dit zijn herbruikbare tips, dus je kunt ze gewoon weer afhalen. Je hebt verschillende soorten, ze zitten een beetje al door elkaar. Ik heb hier al een keer mee gewerkt, dus dat is ook niet zo verwonderlijk. Maar dat is dus dit. En deze wilde ik dus in dit doosje gaan proppen, maar ik weet dus niet of dat gaat passen. Dus dat wordt eventjes een uitdaging. Maar daar was eigenlijk dat doosje voor bedoeld. En ik vind die tips echt super handig, want je kunt ze gewoon hergebruiken. Dus gewoon één keer eigenlijk dat je ze aankoopt. Er zitten verschillende maten bij. Dus er zit ook een soort van van die kleine dingetjes aan, waardoor je ze heel makkelijk eraf kunt halen. Dus dat is super handig, deze tips. En dan het allerlaatste pakketje alweer. En daar ben ik ook super blij mee.
stuk snoepgoed verpakt. Dit zijn namelijk riemen. En ik heb hem in het zilver en in het goud. Het zijn van die riemen die je gewoon leuk om een rokje of om een jurkje kunt wikkelen. Die kun je dan gewoon vastmaken. Ik kan wel even, maar dat is gewoon dit. Ik denk, ja, ik weet niet precies wat voor materiaal het is. Ik kan hem wel even openmaken. Kijk, dit is dan gewoon de riem. Die kun je gewoon om je heup heen doen. En dan kun je hem gewoon vastklikken op welke lengte je wil hebben. Hoe je hem mooi vindt vallen. Ik vind dit wel super leuk. Het ruikt ook niet echt heel vies of zo. Ik denk wel dat het snel verkleurt. Maar ik vond dit wel heel erg leuk. En de zilver is eigenlijk precies hetzelfde. Dus daar ben ik ook wel heel erg blij mee. Dan was dit alweer mijn AliExpress shoplog. Ik heb alle spulletjes die ik heb gekocht aan jullie laten zien. Ik ben heel erg blij met mijn aankoopjes. Ik vind het ook leuk om het nu weer te gaan gebruiken. En ja, ik ben heel erg benieuwd hoe alles weer gaat bevallen. Ik heb zin om de sticker op te plakken. Om mijn nieuwe telefoon in gebruik te nemen. En met de nagelspulletjes ben ik ook gewoon heel erg blij. Dus ja, ik vind dat ik weer een geslaagde sessie had bij AliExpress. Ik ben ook benieuwd of jij een item leuk vond die ik heb gekocht. Wat vond je het leukste wat ik heb gekocht? Laat het zeker even weten in de comments. Ik ga zo meteen hier eventjes lekker de boel opruimen. Want het is echt een heel groot pakketjesbende nu. Maar ik vind het ook altijd wel heel erg leuk. Want als alles binnenkomt, het voelt een beetje alsof het Sinterklaas is of kerst. Of dat je jarig bent. Want je mag zoveel pakketjes openmaken. En het is altijd de vraag, hoe ziet iets eruit? Ondanks dat je vaak wel weet, wat heb je besteld? Maar het is altijd eventjes een verrassing van, oh, wat heb ik nu binnengekregen? Dus ik ben er super blij mee. Voor nu wil ik je in ieder geval weer heel erg bedanken voor het kijken. Ik hoop dat je het leuk vond. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je je gratis abonneren. Dit kan door op het rondje met mijn gezicht te drukken. Maar ook door op de abonneerknop op mijn kanaal te klikken. En dan kun je ook even het belletje aanzetten. Zodat je een melding krijgt zodra er een nieuwe video online komt. Ik hoop je bij de volgende video in ieder geval weer te zien. Doeg!